De Bastij is het Centrum voor Natuur- en Cultuurhistorie in Nijmegen. En zij zijn een petitie gestart omdat de gemeente plannen heeft om te bezuinigen op natuur- en milieuonderwijs. Dat blijkt uit de zomernota van Nijmegen. De Bastij is het niet eens met de bezuinigingsplannen, want volgens hen heeft dit namelijk nadelige gevolgen. Robin Kop is consulent van natuur- en milieueducatie en licht de nadelen toe. De Bastij, afdeling Natuur- en Milieueducatie, is een petitie gestart omdat de gemeente heeft aangekondigd in hun zomernota dat zij onze service naar scholen toe eigenlijk structureel willen korten. En daar zijn we het niet mee eens, dus daarom zijn wij samen met scholen een actie gestart en ook een petitie om Nijmeegse burgers ook hun stem te laten horen. Wat wij doen is dat wij contact hebben met een 50-tal organisaties in Nijmegen die natuureducatie of technisch aanbod bieden aan scholen. Daarnaast hebben we contacten met al het onderwijs, dus van basisschool tot voortgezet onderwijsschool. En wij bemiddelen daartussen. Wij zorgen ook ervoor dat dat aanbod blijft aansluiten op wensen en behoeftes van scholen. Maar naast dat reguliere aanbod begeleiden wij ook scholen zelf met EcoSchools, een duurzaamheidskeurmerk, waarbij juist leerlingen gaan nadenken over wat er beter en duurzamer kan aan hun schoolgebouw. Plus groene schoolpleinen, wat op dit moment ook een rol speelt in Nijmegen, waar al 13 scholen een subsidie voor hebben ontvangen en die wij begeleiden in het proces naar een groener schoolplein. Wij vinden het belangrijk omdat uit onderzoek is ook gebleken dat jongeren die natuureducatie hebben gehad, dat die in een latere leeftijd veel meer betrokkenheid tonen. Dat is een onderzoek vanuit Veldwerk Nederland. Nijmegen heeft heel veel groene ambities op het gebied van natuur, klimaat, duurzaamheid. Maar als jij je burgers mee wil nemen in die plannen, dan zul je bij de basis moeten beginnen. En dat is toch de jeugd. Ik hoop dat heel veel Nijmegenaren hun stem laten horen. Deze willen we gaan overhandigen op 4 september aan de Raad, voordat de zomernota besproken wordt. Dat doen we samen met een actie die de scholen hebben opgezet. En dat zijn groene handtekeningen van de leerlingen. En daarmee hopen we uiteindelijk dat de gemeente Nijmegen de service van natuur- en milieueducatie wil behouden.